Oliebol naar binnen. Hier bijvullen. Ja. Richard Voets uit Tilburg kreeg een 10 in de oliebollentest online.nl en is daarmee de beste oliebollenbakker van de provincie. Vanochtend om 6 uur ging zijn kraam al open. Dit moet een topdag voor hem worden. Knallen met die ballen zeg ik altijd maar. Hè. Dus moet vandaag gebeuren. Het is net al wel even druk geweest. Nu is weer iets rustiger, maar daar komt de drukte wel weer. En dan zorgen we dat hier alles daar vol ligt en daar. En dan hopen we dat we helemaal leeg zijn op het einde van de dag. Ja, ik was toch wakker en ik denk, ja, dan kan ik maar beter nou gaan. Hè? Ik moet eigenlijk gaan werken, dus staan we vroeg op. Dus dan gaan we het ook even snel oliebollen halen. Hoe lekker zijn ze? Ze zijn heel lekker. Ja, echt heel lekker. Ja, ja. Maar u heeft een wekker speciaal zo vroeg gezet? Nee, ik ben altijd best wel vroeg wakker. En ik denk, ja, dan kan ik beter nu gaan. Want ik weet dat er 's middags een hele rij staat tot buiten het plein toe. Dus ik denk, ja, als ik dan toch wakker ben, dan kan ik beter een van de eerste zijn.